Ooh. Mm-hmm. Hi, ik heb het boek De Club van Lelijke Kinderen meegenomen. En als je het verhaal nog niet kent, dan zal je misschien denken, dat is echt onaardig. En dat klopt ook wel een beetje. Het is een belangrijk boek om te lezen. En wat die Club van Lelijke Kinderen precies is, ga ik nu natuurlijk niet aan je verklappen. Maar dat die jongen met zijn grote oren daar iets mee te maken heeft, dat wil ik je alvast wel meegeven. Een belangrijk persoon is ook generaalissimo in dit verhaal. Die eigenlijk vindt dat alleen alle mooie mensen moeten overblijven. En alles heel netjes en geordend en gestructureerd moet. Dit verhaal, De Club van Lelijke Kinderen, geschreven door Koos Meinders, is opnieuw verfilmd vorig jaar en in de bioscoop geweest. Dus daar kun je hem ook gaan bekijken. En bovendien is hij gratis te luisteren in de Luisterbieb. Dus ik zou zeggen, ga hem opzoeken.